Ik ben vandaag in Westrum, waar ik heb afgesproken met Patrick van Buggehout. Patrick is 25 jaar lang verwarmingsinstallateur geweest en is nu instructeur bij de VDAB. En hij volgt er ook nog eens een opleiding. Hoe zit dat? Oké. Goed, nummer 26. Goedemorgen. Mag ik je even storen? Geen probleem. Hallo, hey. Ik ben Vincent. Heel van. Waar ben je mee bezig? Opstart van een warmtepomp. Nu, er staat VDAB op jouw t-shirt. Waarom ben je hier dan toch aan de slag? Ik ben sinds 2 jaar instructeur bij VDAB. Ja. En vanuit onze vakgroep, en ook vanuit onze directie van de regionale dienst Brussel, was er een expliciete vraag om dus mezelf bij te scholen, om kunnen een opleiding toe te voegen aan de bestaande opleidingen, om in te spelen op de vraag van hernieuwbare energie. Dan heb ik bepaalde bedrijven aangeschreven. Het is niet vanzelfsprekend om toegang te krijgen tot hun kennis. Ja. En bij Master is dat wel gelukt. En daar ben ik dus een week op sleeptouw genomen door technisch afgevaardigden en techniekers. En die hebben me toch op een zeer goede manier de werking uitgelegd van het apparaat. We gaan nu even de drukken controleren. Dat is eigenlijk toch het belangrijkste van de installatie, om te zien dat alles perfect werkt. Hoe belangrijk is het voor jou dat je kennis opdoet op de werkvloer zelf? Zeer belangrijk. Mijn grootmoeder verwarmde met een kolenkachel. Mijn ouders met mazoet, ik met aardgas. Mijn dochters die gaan verwarmen met een warmtepomp. Dus als ik niet ga opvolgen, desondanks mijn ervaring, dan ga ik mijn eigen binnen 5 jaar buitencijferen. Dus dat is dus eigenlijk het motto aan iedereen. Ja, blijven leren. Nu gaan we even controleren om te zien dat hij wel werkt. Zijn er nog mensen in nodig in die branche? Want het is een branche die heel erg snel aan het veranderen is. In gans Vlaanderen zijn er bijna 2000 openstaande betrekkingen. Dus er is een acute nood aan werknemers. Patrick, heel concreet, als mensen zich snel inschrijven voor zo'n opleiding, hoe snel staan ze dan ongeveer, net zoals jou, op een dag in zo'n garage als deze? Wij krijgen ze klaar voor de arbeidsmarkt. Ja. Ja, als beginnende beroepsbeoefenaar. Ja. Tussen de 4 en 6 maand. Dus als de goede wil er is, als wij de kans krijgen om ze op te leiden, zijn 8 à 9 van hen op de 10 binnen 6 maanden aan het werk. Ja, als je handen aan je lijf hebt en je wil je carrière een wending geven, ga dan zeker eens naar de site van de VDAB voor tal van opleidingen. En wie weet, ga je wel door de warme handen van Patrick van Buggehout. Veel succes en tot volgende keer.